Italianus Live, de unboxing. Ja, ja, hij is er weer. Zoals elk seizoen komt er weer een nieuwe Beauty en Vogue box. En dit keer dacht ik, ik ga hem niet bestellen, maar kon het toch niet laten. Moet ik wel zeggen, ik vind hem wel dit keer toch wat tegenvallen. Maar de box is wel veel leuker als de vorige keer. En die kan je natuurlijk altijd gebruiken om je administratie bijvoorbeeld in te bewaren, zoals je in mijn andere video heb gezien. Nou, laten we maar snel beginnen, want deze box heeft maar beperkte oplagen en hij is nu 2 dagen uit. Nee, hij is inmiddels al 4 of 5 dagen is hij al, kan je hem al bestellen. Dus daarom dacht ik van, al is het laat, ik moet hem toch even opnemen. Nou ja, er zit dus ook, zoals jullie weten, altijd zo'n kaart in met de originele prijzen erbij. De adviesprijzen, dat dan wel. En hij is wel weer heel goed gevuld. Dus ik ga achteraf de prijzen benoemen. Een paar prijzen weet ik wel ondertussen uit mijn hoofd, want daar was ik nogal verbaasd over. Maar we beginnen met Goodbye Stress, een biologische kruidenthee met muntolie van Knijp. Hè, gezond, kan je wel gebruiken in deze tijden. Dan heb je zo'n handschoen voor een zelfbruiner die erbij zit. En deze schijnt echt bij alle bekende influencers, zoals ze dat noemen, die gebruiken allemaal deze zelfbruiningsthee. Ik heb dat nog nooit gebruikt. Het enige wat me hieraan tegenvalt is dat je het minimaal 6 uur moet laten intrekken. Dus, nou ja, ik weet niet wat ik ermee doe. Misschien dat ik hem of cadeau geef of ik weet het nog niet. Die zit er dus in, maar dat is ook meteen een vrij duur artikel. Ja, want dit ding kost gewoon €26,50. Dus hij moet wel heel goed zijn. Dan hebben we gewoon lekker voor onder de douche, want het zit er altijd natuurlijk in, een douchegel. Van deze, en die is geloof ik maar dan €3. Dit is het goedkoopste product, maar het is wel lekker kokend, lekker zomerse zweren voor onder de douche. Dan heb je ook altijd een shampoo en een conditioner erin. Van dit keer van Kanye, van Lovely Band met honing. Met daarbij ook de haarmasker. Dus een shampoo, een conditioner en een haarmasker. En dit is dit keer voor herstellend haar. En dat kan je nu ook wel gebruiken. Deze is voelend, omdat nu natuurlijk alles droogt natuurlijk uit. Omdat we zo binnen zitten, althans. Hè, ik vaker, maar ja, dus dat zit erin. Maar er zit altijd een shampoo, een conditioner en een... Dat zit er altijd zoiets in. Wat er ook altijd in zit, is natuurlijk een body lotion. En dit keer van Terme en mijn favoriete geur van Terme vind ik toch echt de Zen White Lotus. Dus een lekkere body lotion. Dan zit erin, en dat is voor mij ook wel heel fijn en misschien ook voor jullie, magnesiumolie. Dat is heel goed. Ik slik vrij veel magnesium. Ook voor mijn spieren en mijn darmen. Maar dit is dus olie, dus ontspant vermoeide spieren. En het is ook gewoon een boost voor je lichaam en direct opname door de huid. Dus een speciale van het ik kan het nog steeds niet uitspreken, maar van dit merk hebben we een lekkere magnesiumolie. Dan zit erin, wat we altijd kunnen gebruiken, een lippenbalsem voor de droge lippen. Dat hydrateert ook en dat kunnen we natuurlijk ook nu wel heel goed gebruiken. En een watermeloen. Dus volgens mij ruikt die ook erg lekker. Ik zal hem niet op mijn lippen doen, want volgens mij wilde mijn dochter hem hebben. Maar, oh, hij ruikt echt heerlijk inderdaad naar watermeloen. Maar die heeft mijn dochter ook toegeëigend. Net zoals de shampoo, dacht ik. Maar daar hebben we het nog wel over. Dan zit daarin Pure Netstof voor de normale huid. Dit is een soort sponsje. Dat, ik heb er al één van. Als het opdracht wordt, dan hard. Dan doe je een beetje water over. En dan kan je heel goed je huid mee scrubben. Dat haalt heel goed je dode huidcellen weg. En het voordeel is, deze kan je vaker gebruiken. Oh, dus dat is ook een goede bijkomstigheid. Dan, natuurlijk, zit er ook altijd in een nagellak. En dit keer een vrolijk roze kleurtje. En ze zijn doorgegaan op de roze. Want er zit ook van Carrier een Michelin water in. Een grote fles, maar ook in een roze kleurtje. Wat is ook in het roze? Het is van Biore. Maar er zit met rozenkwarts zit daarin. En houtskool voor dagelijks zuiverende
cleanser. Dus dat zit er trouwens ook altijd in. Gebits. Gaat lekker. Gezichtsverzorgingsproducten. Alleen, die heb ik nu al op voorraad. Want dit maak ik niet op in 3 maanden. Maar ja, het bederft niet. Dus, hè? En bij deze Beauty en Vogue box. Stel dat ik nou echt denk van, ik heb 3 flessen in voorraad. Ik wil hem de volgende keer niet. Hoeft het ook niet, want je zit niet aan een abonnement vast. En dat vind ik wel het voordeel van deze box. Dan zit erin, nou ja, ook een roze tintje, is de een gezichtsmasker. Een komkommer gezichtsmasker, dat rijdt me ook. Oh, erg lekker ruik. Alleen, het is wel een klein masker. En dat vind ik nooit zo heel erg lekker op mijn huid. Maar ja, mijn huid kan het wel gebruiken, dus ik ben er blij mee. Dan, en eigenlijk is dat de voornaamste reden waarom ik de boxen bestel, is een crème van Olaas. Deze crème, die kost gewoon 40 euro. Dus, ik heb altijd zoiets van, die is 40, dan heb ik de rest voor 30 euro. Is voor mij, dan denk ik, ja, hè? Ja, je moet jezelf toch goed lullen om die box te kopen. Maar hier gaat het mee om, want dit vind ik echt de heerlijkste crème. Ik heb hem ook met een tintje. Maar dit, oh, dit is er trouwens een nachtcreme, een hydraterende nachtcreme. Nou, dat kan hij wel gebruiken. Dus die gaan we zo meteen opsmeren. Dan zit erin, en Jorg OB, ik kan het niet uitspreken, is een White Tea Balancing Cream. Die schijnt heel goed voor je huid te zijn, want zelfs Delia Skin Masker heeft het ook over deze crème. Dat dit een hele goede crème is voor je onrustige huid. Het is ook een duur cremmetje. Want deze kost €22,90. Maar hij schijnt dus heel goed te zijn. Maar die ging volgens mij ook naar mijn dochter. Ja, die gaat ook naar mijn dochter toe. Dat bedoel ik dus. Als je dus samen deelt, dan is het natuurlijk sowieso niet duur. En buiten dat, je kan hem cadeau geven. Voor jezelf houden. Je kan het delen. Want het heeft wel een waarde van €235,20. En je betaalt er dan €69,95 voor. Wel extra verzendkosten. Die kan er nog bij voor €6,95. Maar het is beter als de box van Monica Geuze. Waarvan ik dacht dat haar favoriete producten net als dit erin zou zitten. Maar die staat ook online. Dan hebben we een lipgloss. Wel eentje van €20. Ja, ja. Maar natuurlijk een nude kleur. En hij schijnt dan niet op je lippen. Oh, ja, ja, die heb ik ook bijna geen bovenlip. Hij schijnt niet zo droog aan te voelen, maar wel dus heel mooi te zijn. Had Laura Ponticorvo erover. Zij doet ook altijd zo'n unboxing van deze doos. Zij krijgt hem dan. En bij haar kan je hem ook altijd winnen. Ik moet hem gewoon kopen. Dus dat is een lipgloss, maar deze is €20. Dan altijd, ja natuurlijk, make-up zit er natuurlijk ook altijd in. Naast dus, wat ik al zei, lichaamsverzorging, haarverzorging, gezichtsverzorging, make-up. Dat zit er gewoon eigenlijk altijd standaard iets in. Alleen dan ja, van andere merken. Dan zit hierin, dat is van Make-up Studio. En daar schrok ik van, want dit kost €18,90. Dit inimini potje, dat is een soort ogenschaduw. Ik weet niet of het goed te zien is, maar het is wel een... Kijk, hij is wel heel mooi. Zie je, dus dat moet je dan eigenlijk, moet je dat dus zo dan op je ooglid of zo smeren. Nou ja, ik heb nu niks op, want het is eigenlijk midden in de nacht. Maar ik dacht, hé, mijn box ligt er nog. En vandaag was ik daar niet, laat maar zeggen, helemaal geschikt voor. En net dacht ik van, nou, ik voel me nu wel eventjes goed. Dus ik ga even snel de video opnemen, al merk ik dat ik in mijn snelheid al lekker chaotisch ben. Maar ja, dat ik weet niet of je het een beetje ziet zo. Dat je net zo'n nou, jawel, mijn ogen spreken meteen wel meteen hiermee. Toch? Nou ja, in ieder geval, er zit dus zo een klein potje in voor op je ogen. En als laatste zit daarin een blush. En dat is dus ook weer in de roze tinten volgens mij. Voor mij is dit die zit dus in zo'n klein mini doosje. €18,50.
En daar hebben we dus van inderdaad een roze blush. En dus een beetje roze is een beetje een thema. Ja, zomer hè. Echt, nee, het is de lentebox. Nee, nee, het is nog geen zomer. Als ik hem open krijg. Oh, je moet hem draaien en niet open klikken. En dan heb je dus. Ja, moet ik wel een andere vinger pakken. Oh, maar dit lijkt meer op een highlighter dan. Oh nee, dat moet. Kijk, je kan het. Ik moet het natuurlijk. Alleen normaal doe je dat dus niet met de kwast, hè? En volgens mij smeert het ook niet zo uit. Maar het gaat mij er even om dat jullie het een beetje kunnen zien. Maar volgens mij is het echt meer een. Zien jullie het? Ja, je ziet het wel hier iets, zie je? Maar een blush doe je toch op je wangetjes zo? Ja, en je lacht. Dan weet je dat hij hier moet. En dan doe je je lach weg. En dan trek je hem door naar achter. Je lacht. Je zet, hier zet je dan je kwast op. En je doet je mond weg. En je trekt hem door naar achter. Ja, maar er zit wel een glittertje zit erin. Trouwens, in deze cleanser is wel heel leuk. Dat zal ik ook even laten zien. Daar zit ook een. Er schijnt dus rozenkwarts in te zitten. Maar er zit dus ook. Oh, het is wel lekker zacht hoor. Maar ik weet niet of je het ziet. Er zit een. Ja, en ik heb gewoon. Die strepen die je trouwens ziet, het komt door mijn lampen. Kijk, je ziet. Nee, je ziet het niet. Ja, er zit daar een glittertje in. Nou ja, dit waren dus de producten. Dus een blush. Een soort van ogenschaduw. Een cleanser, een Michelin water, een lipgloss, een nagellak, een gezichtsmasker, een nachtcreme, een reinigingsspons, laten we daar maar op houden, een douchegel, een lippenbalsem, crème voor je spieren, een dagcreme, een bodylotion, een shampoo, een conditioner, een haarmasker en, oh nee, sprayten. En als laatste zit er dus in een kruidenthee. Nou, dit is dus wat er dit keer in de box zit, de lente-editie. En voor degene die de prijzen willen weten, die kunnen nog even blijven wachten. Voor degene die denken, nou, ik heb het wel gezien, ik ga hem heel snel bestellen voordat hij is uitverkocht. Wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video maar weer. Oké. Oh ja, en dan zeg ik altijd doei. En voor degene die nog benieuwd is naar de prijzen. Je hebt dus van Jorg Robé de White Tea Balancing Cream. €22,90. Terme die Zen White Lotus Body Lotion voor €9,99. Douche, weet ik niet. In ieder geval, die matte lipstick is €19,95. Carrier, de shampoo, €4,09. Carrier, de conditioner, €4,09. Carrier, de haarmasker, €6,49. De zelfbruining handschoen, €5,99. De zelfbruining foam mousse, €26,49. Die gezichtsmasker van Freeman, €4,99. De lippenbalsem van Bird Beast, schijnt trouwens uit Amerika te komen, €3,99. Schoen, dat sponsje, €4,95. Make-up studio, de blush, €18,49. Make-up studio, de eyeshadow van Be Bronze, €18,90. Sarka, ja, die magnesiumolie, €14,99. Biore, de gezicht cleanser €9,99. Ola's, ik kan het niet uitspreken. Mijn nachtcreme €39,99. Dat is het duurste. Carrier Michelin water €6,99. Saffron nagellak hot pink €3,95. Knijp bio kruidenthee goodbye stress €4,99.
en een slaatte van In Seto de Shower Cream Coconut van 2,99. Daarop kom je op dat totaal van €235,20. En dat voor een bedrag van €69,95. Dus ik vind het een aanrader, want als je dus de producten loskoopt, ben je dat bedrag kwijt. Oké, er zit nu, de enige wat er nu in zit, is eigenlijk die zelfbruiner. Dat ik denk van ja, daar kan ik niet zoveel mee, maar voor de rest kan ik weer alles gebruiken. Zoals elk kwartaal dat dus is. Dus ja, ik blijf er toch gek op. En misschien jullie ook in ieder geval. Je weet nu dus wat er in deze volle doos zit. Tadaa! Nou, ik ga mijn gezichtje even schoonmaken. En ik ga lekker mijn nachtcreme opsmeren. En dan zie ik jullie snel weer. Want we gaan natuurlijk wel weer schilderen. Ja, ik heb zoveel ideeën. Dus doei! En excuses weer voor de rommeligheid. Ik ga hem ook niet knippen, broem. Ik zet hem gewoon, boem, zo gewoon lekker neer. Het is zoals het is. Doei! En stay safe, stay home. Oh.